Hallo, leuk dat je kijkt naar Nieuws ter Zeebel. Vandaag is het Boekwester Zeebel. Vandaag is heel laat pas het online gekomen. Hij deed het eerst bij mij ook niet. Dus het is nu rond 9 uur dat ik dit opneem. Daarom is het ook zo super, super donker. Maar oké, okay. Het is ook donkerder dan normaal. Om 9 uur is het normaal gewoon nog veel lichter. Er zijn meer karakters. En Loretta, haar paard is veranderd. Maar ja, daar heb ik even geen zin om naartoe te gaan. Hier hebben we een missie. En dat is leuk, omdat ik level up moet. Oh, ja. Dan moet mijn paard misschien wel even springen. Kijk, je hebt hier ook heel veel mensen. Omdat heel veel mensen die willen natuurlijk ook vandaag nog bij de update kijken. Huug. Dit is bijvoorbeeld de nieuwe. Kijk even naar zijn voet. Wacht. Even dit spoelen. Kijk. Je ziet hier ook zijn voet. En zo ziet het dus ook in het dagelijks inzet. Maar oké. Dus kijk, dit is zijn hoef. De zee, de wind, de paarden. Ze zat gelijk deze plek om tot rust te komen. Waar zijn mijn manieren? Major Hugh Sheppard. Voormalige medisch officier bij het leger. Ik meld me voor mijn volgende missie. Mijn hele leven heb ik dienst gehad van anderen. Praat met Hugh. Oh, je kent haar. Maar ze is ook een gemeenschap. Praat met Hugh. Hé, hey, ik krijg hier 150 voor. Oh, dat is echt veel. En mijn paard krijgt ook. I'm happy. Is dat... Hugh, ik ben zo blij gezond en wel terug te zien. Min één been dan. Wauw, het is dus waar. Je bent een cyborg. Madison, zo praat je niet tegen je oom. Haha, niets aan de hand. Ze heeft wel gelijk en hartstikke blij met mijn nieuwe been. Ik loop net zo makkelijk als eerst en kan nooit meer mijn teen stoten. Mag ik ook een robotbeen, pap? Dat zien we nog wel, Madison. Bedankt voor alles bewezen, Major Sheppard. Oké, okay. Dit duurt me even te lang. Doei, mensheid. Tot de volgende keer. Ze lijken me allemaal echt heel aardig. Ja, bedankt voor je XP. Hij naar de range. Nou, ik ben heel benieuwd waar die range is. Ja, hier ben ik al. Waar moet ik naartoe? I don't snapping it. Waarom dus dan? Dit is het hoofdgebouw. Ik heb vanmorgen mijn spullen al hierheen verhuisd. Stof ligt. Duimel dik en kan niet maar wel comfortabel. Oké, dit zijn de stalklusjes. Oh, wat leuk. Mooie grote schilfuur. Taak wordt bij het haren wat er moet gebeuren. Oh, dus dit is echt gewoon een soort van paarden gebeuren. Dit is de plek waar dieren gewassen en watervoorvoer werkt niet, maar dat moet vrij makkelijk te fixen zijn. Dus dit wordt de wasplaats. Dat vind ik wel leuk, dat ze een wasplaats maken. De pijler heeft betere tijden gekend. De trekker is kapot. En al die stenen zijn bezen. Ja. I know. Maar vroeger zag het er nog erger uit. Wat zal dit zijn dan? Je stal? De stal is flink wat werk in de steek. Kan prachtig prachtexemplaar worden. Ja. Bekijken takenwoord op de schuur welke klussen er te doen zijn. Ja, ik heb het net gezien. Dus schiet me even op, want ik kan niet al te lang opnemen. Oké, nou, laten we er lekker naartoe gaan. En kijken wat ze te zeggen hebben. Dit is takenbord. Poetsplaats, fase 1. Ik zet gewoon even alles aan. Zo. Oh, hier moet je voor afstappen dus. Je moet eerst. Oh, dat is wel leuker. Ik ben aan het bouwen. Ik ben een poetsplaats aan het bouwen. Oh, wat leuk. Oh, nou, ik ga wel eerst die poetsplaats maken. Oh, ik vind het echt leuk worden. Oh, kijk hoe leuk dan. Als je hier echt je paard kon wassen, dat zou echt leuk zijn.
Nou, laten we ook even hier dan. Hey, hij stapt gelijk ook al van af. Als hij zegt, je moet deze taak uitvoeren. Oh, ik moet het hier ook even bouwen. Ik ben aan het bouwen. Dit even opruimen. Dit is ook. Maar ik heb de poetsplaats al gemaakt. Maar zegt dat ik de poetsplaats nog niet heb gemaakt. Nou, ik wil gewoon Jasmine Beach Sister. Dat doen we toch gelijk. Alleen ik ben iets sneller. Oké, dat lachje is gewoon echt raar. Zo, 7 van de 10 al gedaan. Nog 2 hierna. Zo, en dan hebben we dat ook weer gehad. En dan moeten we zo even kijken wat we dan gaan doen. Zo. Zo, laten we. Oh, wilt hij niet springen? Kan je hier niet springen? Hopelijk hier wel, anders kom ik er nooit meer uit. Oh, gelukkig. Ik dacht al, ik kom er niet meer uit. Oké, ik moet dat lachje gewoon niet meer doen. Dat is gewoon creepy. moet ik hier ook wat doen? Ik zie hier wel mensen dat doen. Oké, ik moet dat nog niet doen. Kijk, moet ik hier binnen zijn? Oh ja, dat haat ik. Je moet per se hierop lopen, weer binnenkomen. Maar ik vind het wel al leuk gedaan. Alleen wel jammer dat die update zo super lang duurde. Dat vind ik wel jammer, maar ja. Hij is ook wel leuk. En al die missies, dat duurt dan natuurlijk ook wel lang. Kijk, ik druk helemaal niet op X. En dan stijgt hij al af. Dat is wel echt fijn. Als het bij elke missie gebeurt, ik ben blij. Denk dat dit ook een poetsplaats wordt. Ja, oh nee, dit is volgens mij om je haar te veranderen. Oh, zo leuk. Dit is echt leuk. Ja, het wordt echt steeds realistischer. Hallo, Lana. Ik moet dit ook doen. Het ziet echt heel raar uit, weet je dat? Ik druk gewoon heel vaak met mijn muis, sorry als jullie daar last van hebben. Dit is denk ik ook iets van een poetsplaats. Ik zie daar wel poetspullen liggen. Nou, ik ben benieuwd wat het wordt. Oh, kijk, je kan ook echt in. Oh, zo leuk. Ik ben benieuwd of je er uiteindelijk ook iets mee kan gaan doen. Kijk, dit is denk ik ook wel iets met poetsen, alleen dan met supplementen. Dus echt poetsplaats. Nee, wasplaats, zeg maar. En dat was een poetsplaats. Oké, nu heb ik dit gedaan. Oké. Ik heb dit gedaan. Ik kijk op het takenbord of te zien of er nog meer te voltooien is. Waarschijnlijk wel. Nou, gaan we even kijken. Jep. Zo. Oké, okay, even vind het wel leuk wat ze nu hebben gedaan met Zuiderhoef. Want ze zegt dat het heel oud was. Oh, wat moet ik hier nu nog meer doen? Oh, nu wordt de andere kant gedaan. En er ook boven had ik gezien. Ja, dit hier boven. Leuk hoor. Ja, dit heb ik gezien op de Star Stable video. Star Stable had namelijk al met de update was hij al veel eerder dan de update zelf online kwam. Dus ik had die even gekeken en dan zag ik allemaal wat er werd veranderd. Maar het is altijd even leuk om zelf te kijken hoe het wordt en zo. Dus ja.
ben wel benieuwd waar je dan je paard gaat stallen. Want je kan hier namelijk ook je paard gaan stallen. Superleuk natuurlijk. Alleen ik ben benieuwd hoe je dat gaat doen. Ik denk niet dat ik hier mijn paard ga stallen hoor. Dus die staat dus zit gewoon goed. Bevalt me ook nog wel. Maar het is hier wel leuk. En sowieso, de binnenstal zeg maar is altijd hetzelfde. Ze hebben trouwens ook honden hier gekregen. Echt superleuk. Dus ja. Oh ja, en de paardenmarkt is er ook weer gekomen. Ik denk niet dat ik dat in deze video red. Maar dat kan ik wel morgen even kijken of ik dat kan laten zien. Want ja, ik moet morgen wel gewoon weer naar school. En je ziet het aan de lucht. Het is weer laat. Het is namelijk nu alweer 9:30. Ja, ik zei dat het eerst 9:00 was, maar het was al 9:15. Ongeveer een beetje. Dus het is nu alweer 9:30. In mijn tijd al, hè. Ik weet niet hoe het met jullie tijd, hoe jullie nu zien, zit. Dus misschien wel goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Maar bij mij is het nu zo laat. Ik vind het wel fijn dat je dit allemaal lopend moet doen. Kijk, ik moet helemaal hierachter ook zijn. Oké. Ik vind het allemaal heel leuk hoor, maar soms is het ook wel langdradig. Ik zou bijvoorbeeld dat onkruid ook even alvast weg kunnen laten halen. Dat hij dat zelf of zo ging doen, dat je dat in een filmpje zag en dat dan versnelt. Maar nee, je moet het allemaal zelf gaan doen, dus daardoor wordt het weer heel langdradig en saai. Daar moet Starstable dus echt iets aan doen. Want dit wordt gewoon op een gegeven moment saai. Oké, nog twee van dit. Eén. Twee. Zo, benieuwd hoe ze dat nu gaan laten zien dan. Oh, dat laten ze niet zien. Het is gewoon gemaakt. En dat is het. Oké, ik moet hier dus ook boven zijn. Gaan we daar even ook even naar boven. En ja. Yeah. Ben benieuwd, hè? Kan je hier naar beneden vallen? Oei. Oh. Oké, dit is... Oké, nee, nee. Nee! Oh, mag ik alsjeblieft? Oké, wat gebeurt hier? Oké, bedankt. Zag je die andere persoon ging het ook proberen? Dat zat je echt helemaal vast. Oké, ik dacht echt even dat ik weer moest uitloggen. Daar had ik echt geen zin in. Oh, ik film nu alweer 13 minuten. Dus misschien moet ik een beetje... Oh, kijk! Oh, wat leuk. Ik denk dat dit de thuisstal wordt. Dat dacht ik in het begin al. Oké, nu wordt het wel echt leuk. Maar in ieder geval... Ik ga bijna afsluiten alweer. Het gaat echt heel snel. Maar ik zal wel weer filmen als het weer een beetje interessant is. Want dit is ook niet interessant. Ik probeerde trouwens een missie die hij de hele tijd niet wil doen. Dat is dat je een ding moet uitladen. En dan wil hij gewoon niet... Dan geeft hij alleen tekstvolkjes en niet dat hij het wil uitlaten. Laden. Wow. Dus dat is heel erg jammer. Is dat mijn paard? Nee, dat is niet mijn paard. Dus dat kan ik ook nog steeds niet doen. Dus dan moet ik maar weer tot de volgende update wachten zodat ik die kan doen. Want meestal na een update wil hij het wel doen, alleen nu weer niet. Dus daarvoor ben ik wel triest. Wel echt triest daarvoor. Waar staat mijn paard eigenlijk? Ja, ik heb een vries, maar waar is mijn vries? Hierachter, oké. De thuisstal, wat moet ik nou weer van de thuisstal doen? Ik zie niks meer. Oh, nog een keer boven. Oh, dat wist ik niet. Nou, dan gaan we nog een keer boven.
Oh, wat leuk. Oh, zo leuk is ze nu geworden. Ja, echt cute. Zijdehoef was al veranderd, maar dit hadden ze volgens mij ook in petto. Want anders hadden ze dit zijdehoef, allereerst zijdehoef, niet veranderd. Oh, ik zie al dat ik moet afsluiten. Doei!